Waarom is er steeds minder tijd om te spelen? En waarom is het muziekonderwijs altijd zo reproductief? Met deze vragen zijn wij aan de slag gegaan en vanuit daar kwam ons project De Muziekspeeltuin in de wereld. Kijken vanuit het spelen, het experiment, vooral samen waar volwassenen en kinderen muziek echt kunnen ontdekken. En dat is graag voor iedereen, dus met instrumenten waar je meteen op kunt spelen, waar je niet 6 jaar lang muziekles voor moet hebben, maar waar je meteen zin hebt om aan de slag te gaan en dat samen met anderen kunt doen. En het kan overal. En wij hopen heel veel muziekspeeltuinen in Nederland te realiseren. Of in ieder geval dat mensen het spelelement ook weer in hun educatie brengen. Zodat het weer heel erg leuk is om samen muziek te gaan maken.